De officiële startbouw is van start gegaan van een nieuwe appartementenplan genaamd The Live-In. In totaal komen er 88 appartementen met daaronder een tweelaags garage met parkeerplaatsen en bergingen. De nieuwe wethouder voor onderwijs, stedelijke transformatie, grondbeleid en wonen, Erik Logister, woonde de officiële handeling bij. Voor mij bijzonder, want dat is een van mijn eerste officiële handelingen als wethouder van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Ja, dat komt hier echt heel erg mooi bij elkaar, dus ik ben echt heel erg blij dat u mij heeft uitgenodigd en dat ik hier een rol in mag spelen. En ik ben ook heel blij dat ik hoor dat de bouw al begonnen is, hè, want dat laat zien dat er een snelheid is. En die snelheid die willen wij er ook inhouden, heel erg graag als gemeente Den Bosch. Hoewel de start net begonnen is, moeten de mensen nog wel even wachten voordat ze hun huis kunnen betreden. We verwachten dat in het voorjaar van komend jaar, dus voorjaar 2016, zullen de appartementen klaar zijn. En in welke maand precies, dat hangt een beetje af van de weersomstandigheden de komende maand. Maar het voorjaar zullen we zeker klaar zijn. Dat de nieuwe appartementen juist nu gebouwd worden, is niet zomaar. Ze liggen in Pleistertier, ze liggen dicht bij de binnenstad, dicht bij de snelweg. En ze zijn mooi afgewerkt, ze liggen in een bruisende omgeving. En daar is veel vraag naar. Dus dan voelen wij ons veroorloofd om dat ook te kunnen maken. De 88 appartementen zijn bedoeld voor een specifieke doelgroep. Het is vooral alleen wonenden. En dat is helemaal geen vies woord. Want er zijn natuurlijk heel veel studenten die alleen wonen. Je hebt helaas ook mensen die gescheiden zijn alleen wonen. Of mensen die er bewust voor kiezen om alleen te wonen. En die doelgroep die groeit harder dan het aantal huishoudens. En daar proberen wij op in te spelen. De meeste appartementen zijn al verkocht. Er zijn nog wel 4 woningen op de begane grond te koop voor net iets minder dan 2 ton.